traditie. Als ze zachtjes tegen je praat. Hi Marco, hoe ben je op het liedje Komen Engel Bewaarder? Wij vinden het een superleuk liedje. Doei! Nou, het idee Engelbewaarder is natuurlijk een oud liedje. En dat is bijna 50 jaar oud. En dat liedje, dat lag dus bij mijn vader op zolder. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. En dat liedje, dat is eigenlijk in mijn hoofd blijven hangen. Waardoor ik het constant bleef zingen. En vandaar dat ik er een feestnummer van gemaakt heb. Ja, had je verwacht dat het zo'n hit zou worden? Mijn beste vriend en mijn manager die zei het al, dit wordt een gouden plaat. En ik zei, nou, dat gaat niet gebeuren, maar... Toch gebeurd. Het is toch gebeurd. Gouden plaat, want je hebt hem ook bij je. Ja, die is echt goud. Gouden award voor meer dan 9 miljoen streams. 9 miljoen streams. Kom minder, zeggen we dan in Groningen. Ja, zo is het. Is alles wat in het liedje ook staat, heb je dat ook echt beleefd? Want kun je uitleggen, waar gaat het liedje eigenlijk over? Engelbewaarder die op je let, dat is een engeltje op je schouder. En voor mij zijn dat de dierbaren die ik ben verloren. En dat liedje geeft wel een lading. Ja. Ja. Terwijl het toch wel klinkt als een vrolijk liedje. Zeker, zeker. En ik denk ook dat je het leven moet vieren. En dit liedje, iedereen kan zijn eigen invulling geven bij deze tekst. Hoi Marco, ik ben Jill en ik ben super fan van jouw liedjes. Van wie was jij eigenlijk vroeger fan? Groetjes Jill, doei! Had je een poster van iemand boven je bed hangen? Ariana Grande. Oh ja? Ja, dat weet ik nog wel. Die zag ik niet aankomen. Nee, maar dat wist ik helemaal niet meer eigenlijk. Maar nu je het over een poster hebt, ja, die had ik altijd boven mijn bed. Oké. Maar qua Nederlandse artiesten keek ik vroeger heel erg op tegen André Hazes senior. En Jan Smit, vond ik heel leuk. Feest in de tent, van Hoes tot Purmerend, als wij komen spelen met de band. Hey Marco, ik vond je liedje echt heel erg leuk. Wat was jouw sport eigenlijk vroeger? Ik was altijd wel van het switchen. Dus ik heb eigenlijk heel veel dingen gedaan. Ik heb op voetbal gezeten. Zwemmen heb ik gedaan, wedstrijd zwemmen. Tennis heb ik gedaan. Dus eigenlijk best wel veel dingen. En daarna ben ik sportschool gaan doen. Heb ik een personal trainer. Als ik iemand heb die naast me staat en die gewoon zegt, kom op. 05, 04, 04. Precies. En als je dan bij 0 bent, dan nog 5. Ja, precies, ja. En dat doe ik 3 keer in de week. En dat werkt voor mij perfect. We vroegen ons af wat jouw favoriete nummer is. Op Engelbewaarder na natuurlijk. Doei! Leuk. Want je hebt dus meer liedjes. Ja. Nou, dat is Zomernacht Griekenland. Sinds dat de mensen in Nederland mij kennen van Engelbewaarder, zijn ze natuurlijk gaan zoeken van, ja, wat heeft hij dan nog meer? En toen zag je dus ook echt in de streams dat Zomernacht in Griekenland daar met kop en schouders bovenuit stak. Hoe is het om opeens zo bekend te zijn? Doei! Ik kan altijd over straat, alleen je gaat wel anders de straat op, omdat je weet dat je herkend wordt. We zijn met vrienden laatst nog even naar Walibi geweest. En waar je normaal gewoon heen gaat en nu... Nu ben jij een attractie daar. Ja, ja. Nou ja, dat kun je wel zeggen en heel bijzonder. Ja, Marco, afsluit met je eigen liedje, toch? Nou, dat lijkt me goed. Komt-ie. Twee. Hey! Met allen, jullie moeten mee. Kom erbij. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, oh.